MVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, One Casino en Keno Media. Ja mannen, spelerspaspoortjes raden. Weet jullie wat dat is? Ja. Ja? Ja? Zinderen. Wie denk je van tevoren al wie gaat winnen? Moeilijk. Ja. Hoezo is dat moeilijk? Ja, nooit gedaan, dus ben benieuwd. Hebben jullie een beetje algemene kennis over het voetbal en spelers, oudspelers? Hebben jullie daar wat algemene kennis? Jawel, denk wel een beetje. Ja, ja, FIFA. Oké. Okay. Vooral door FIFA, ja. Mm. We gaan beginnen. We beginnen met ronde 1, spelers en stafleden uit de huidige selectie. Dus jullie krijgen van mij 4 logootjes en jullie moeten raden welke speler dat is. Ja. Ja Tim, jij mag als eerste raden. Weet je wie dit is? Ja, dit is Sven Bloemel. Zeker? Ja, 100%. Dat klopt. Ja, Lars, draai maar om. Welke logo zie je? Go Eagles, Telstar, Helmondsport, MVV. Ik denk dat Oran Tepar is. Is helemaal goed. Top. Ja, nou, 1-1. Wat een spanning. De volgende. Welke zie je? Rode MVV. Nee, ik wist het niet zeker, maar ik denk Maurice. Nee. Een succes. Ik denk Mark Luipers. Dat klopt. Ja? Hij heeft in de VVV ook gezeten. Jawel, hij heeft ook bij VVV gezeten. Hey, heb vermalen. Het is gewoon een puntje. Kozie. 2-1. Haal Mark eens. Kom maar. Ja, dat is wel fijn. Ja, maar dat staat niet op het blaadje. Nee, dat klopt niet. Nee. Oké, Lars, de volgende. Ja. Welke clubs zie je? Veel clubs. Genk, Standard Luik, Zwolle, VVV, NEC, Serain. Ja, kan er maar één zijn, Leroy Labille. Klopt. Top. Nou Lars, hoe voelt dat om voor te staan? 3-1, ja, hè? Lekker. Prima. Oké, we gaan door met ronde 2. Bekende oud-voetballers. Dus dat is gewoon wereldwijd bekende oud-voetballers. Nou, hij voetbalt nog. Ja. Deze weet ik. Dat is Luc de Jong. Super. Knap. Ik denk Di Maria. Nou, jazeker. De derde is recent gestopt. Dit is Arjen Robben. Nou. Dat is wel makkelijk, ja, Groningen. Ja, ik wil zeggen Groningen 2 keer. Man. Ja, Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Je moest hem niks van Ajax geven. Ja. Oké, okay, ronde 3. Bekende oudspelers van MVV. Jullie krijgen beide dezelfde logos te zien. Wie het snelste reageert, wint en krijgt 2 punten. Oké. 3-2. Ja, ik denk Bert van Marwijk. Ja, klopt. Kiek. Ik ken de familie van Bommel en van binnen en van Boeten. Nee. Wilfred Bouwman, nee. Ja? Klopt. Ja? Ja. Dat is man. Nee. Val ik door de man? Ik is moeilijk, man, dit. Ja. Dit is... Nee. Johan Derksen misschien. Klopt. Ja? Man. Ja. Kiek. En dit de laatste. Zo. Joris Gooien. Ja, inderdaad. Vieze Santi logo. Ja. Nou Tim, 9-7 gewonnen. Ja. Wat gaat er door je heen? Ja, euforie. Ja? Nee, ja. Want jullie zijn goede bekenden van elkaar. Dit speelt natuurlijk, de komende weken gaan jullie elkaar daarmee plagen, hè? Ja, ik denk dat Lars me vaak te horen krijgt dat ik veel meer oud-voetballers van MVV ken. Ja. Daar vind ik toch door de mand. Daar ging Lars de bodem. Dus de winnaar van de familie is vanaf nu Tim? Ja, denk ik wel. Dankjewel, kerel. MVV-TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, One Casino en Keno Media.